Hoe ben je tot deze stap gekomen? Je staat hier nu als karmelites van het Goddelijk Hart van Jezus. Het is een lang verhaal. Ik ben heel lang ziek geweest. Ik kom wel uit een katholieke familie. Maar wij waren niet praktiserend katholiek. En dus toen ik zo ziek was, ging ik mezelf vragen stellen. Geloofsvragen. Ik ben op die manier eigenlijk op een gegeven moment tot mijn geloof gekomen. En ook mijn roeping. Het is een proces geweest van jaren. Dat is niet van de een op de andere dag gegaan of zo. En dus, wat voor ziekte had je? En waarom zorgde die ziekte ervoor dat die vragen kwamen? Ik had de ziekte van Lyme. En omdat ik zo ziek was, kon ik niks anders doen dan liggen op de bank of op de bed. En ja, dan ga je jezelf gewoon vragen stellen van ja, wat is de zin van het leven? Is dit nou alles? En waarom is er zoveel leed in de wereld? En ik was op een dag ook gewoon heel boos op God dat ik zo ziek was. Ik geloofde wel in God, maar het was voor mij gewoon heel ver weg. Meer afstandelijk eigenlijk. En toen op een gegeven moment was ik gewoon boos. Ik zeg ja, maar wat is dat voor God? Zoveel leed. Ik ben heel ziek. En toen op een dag zei ik wil niet meer in God geloven. Het was het avond, toen realiseerde ik geloof wel nog steeds in God. En hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, dat is een geschenk, een genade. En toen dacht ik, oké, als ik in God geloof, wil ik wel weten wie die God is. Toen heb ik de eerste stap genomen om in de Bijbel te gaan lezen. En ik denk, daar staat over God in geschreven, dus dat lijkt mij een logische stap. En zo ben ik naar de gaandeweg. Ben ik ook op het internet gaan zoeken, contact gekregen met een jongere groep. En zo ben ik langzaam in dit geloof gegroeid eigenlijk. En naderhand ook in mijn roeping. En wat was nou het moment dat je dacht, nu weet ik zeker dat dit mijn plek is? Dat was op een dag, toen zat ik bij de aanbidding. Bij zusters, ook bij ons in de stad waar mijn ouders ook wonen. En ik was al heel lang met die vraag aan het worstelen, dus. En toen voelde ik in mijn hart echt, ja oké, God roept mij. En dat was zeg maar het moment dat ik ook echt ja durfde te zeggen tegen die stem die mij riep.